Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups and Down. En ik ben met van alles bezig. Ik moet gehaktballen maken. En waarom moet ik gehaktballen maken? Wacht even. Waarom moet ik gehaktballen maken? Niels die gaat vandaag afscheid nemen van het werk waar hij vorige week gestopt is. Dat was de afspraak. En dat is waarom ik gehaktballen ga maken. Hij heeft de kinderen al naar school gebracht. Ik heb al bedden afgehaald. Ik heb al van alles gedaan. Nu ga ik gehaktballen maken. Ik maak voor iemand die het moslimgeloof heeft. Met kip. En voor de rest maak ik het met half en half gehakt. Maar ik wil dit niet vermengd hebben. Dus ik ga eerst deze maken. Dan de deksel op de pan zetten. En dan pas met de rest beginnen. Ja, ik heb ook een pan waarmee ik geen varkensvlees maak. Ik heb twee dezelfde pannen. En ja, ik heb er al boter in zitten. Ik heb hierin allemaal kervingen gemaakt. Waardoor ik weet van dit is de pan waar ik geen varken in mag maken. Dus laat ik aan de slag gaan. En dan zijn dit de kipgehaktballen die ik heb gemaakt. Dat leg ik even zo. En er komen nog meer gehaktballen aan hoor. Maar deze zijn al klaar. Dit zijn de groene gehaktballen. Zo, de gehaktballen zijn klaar. Niels die is ermee weg. Ze zijn nog allemaal warm. Niels die is begonnen met zwembad opruimen. Dan gaat hij straks of morgen of zo mee verder. In ieder geval niet vandaag. Ik ga heel eventjes zelf nu eten. En dan ga ik even boven verder. En zorgen dat ik kleren pak. Want Liam en Sam gaan vanavond naar mijn ouders toe. En zondag gaan we ze weer ophalen. Want er moet op de overloop geëgaliseerd worden. En ja, daar heeft gewoon een tijd nodig om te drogen. En dan kunnen we het niet hebben dat die kinderen daar overheen gaan lopen. En 's avonds is dat nog niet helemaal droog. En dan kunnen we heel veel met Jordi regelen. Dus dat Jordi wat later naar bed gaat of wat dan ook. Maar met Liam en Sam is dat vrijwel niet te doen, momenteel. Dus hebben we met mijn ouders erover gehad. En die zeiden, nou dan komen ze toch lekker logeren. Dus die twee gaan vanavond naar mijn ouders toe. Even gauw was aanzetten. En dan ga ik. We hebben Liam en Sam naar mijn ouders toe gebracht. En ze zijn niet zo happy, hè Niels? Nee, dat is altijd als ze in de gaten krijgen dat papa en mama een tussenuit knippen. We hebben Jordi wel mee. Maar Jordi die gaat niet zomaar zelfstandig naar boven of wat dan ook. Dus die is gewoon goed te handelen dan. Maar ja, de reden dat ze dus zeg maar bij mijn ouders zijn, is omdat er morgen Egeline wordt gestort op de overloop. En ik dan gewoon weg niet, en Niels gewoon werken, maar ik heb niet de capaciteit om ze continu in de gaten te houden dat ze niet naar boven rennen. En dan kun je zeggen, ja, je hebt daar een traphekje zitten. Ja, maar Liam kan dat traphekje gewoon los, hè? Jazeker wel. Dus, dat. We hebben daar gegeten en we zijn nu onderweg naar huis. En als we zo thuis zijn, dan gaat deze dik op naar bed. En dan morgen weer een dag. Nou ja, morgen weer een dag. Dan gaat Niels nog eventjes voorlijmen, toch? Ja. Dus die gaat dat dan doen en ik ga beneden van alles doen. En ik moet nog wat spulletjes pakken voor Jordi voordat hij gaat voorlijmen. Een hele goede morgen. Jordi is al gereed voor de dag. Heb ik al voor gezorgd. Ik ben zelf ook gereed voor de dag. Ik heb mijn Bugs Bunny trui aan. Ik vind het nu nog te koud. Ik heb wel een t-shirt mee naar beneden genomen. Voor het geval dat ik daarin wil veranderen. Want ik kan straks niet meer naar boven. Want er komt hier een jongen. De boel egaliseren. Boven op de overloop. Dus ja, dat. Dat is wat er gebeuren gaat. En Jordi die heeft er nog niet super geslapen. Zijn broers zijn er natuurlijk niet. Dus hij mist een bepaald licht. Sam die wil per se altijd met licht slapen. Als hij er niet mee slaapt, dan gaat hij koekoek.
En dat miste hij. Dus hij werd wakker en hij zag geen licht. Hij zag alleen maar donker. Dus hij dacht bij zijn eigen, er klopt hier iets niet. Dus hij is om 5:45 of zo is hij helemaal over de zeik gegaan. Niels is bij hem gaan liggen. En dat. Maar verder is Jordi gewoon Jordi. Zo lekker zijn dingen aan het doen. En ja, ik heb hem al ter wet gegeven. De kinderen, die andere twee, die zijn natuurlijk bij mijn ouders. En hij mag ook gewoon lekker zijn eigen ding doen. En dit is wat hij het allerliefste doet. Dus we hebben gezegd, ik en Niels tegen elkaar, hij mag gewoon lekker rustig gaan relaxen vandaag. Niks moet. Kijk eens, het is geëgaliseerd. Mogen er nou niet op? Wat normaal is, wat logisch is. Maar hij is geëgaliseerd. De jongen is nou net weg. Dus het is allemaal weer netjes. Ik heb Jordi al een voedsel gegeven. En hij is lekker in zijn eigen wereldje. En mama gaat nou zelf heel even wat eten. En zorgen dat ik wat dingetjes ga doen hier. En ja, wat eet ik dan? Ik heb een broodje met pittige kipfilet en een broodje met pindakaas. Of ik het op krijg, weet ik niet. Meestal eet ik 1,5 broodje. En heeft hier iemand geluk. Jordi heeft het nooit koud. Maar nu heeft het kind gewoon koude handen. Dus ik heb de verwarming aangezet. Geen enkel kind van mij hoeft het koud te hebben. Ik zelf heb het totaal niet koud. Ik loop in een trui rond. En ik denk bij mijn eigen, poeh. Maar Jordi heeft gewoon echt koude handen, koude voeten. Hij zit natuurlijk ook op de grond. Dat is ook de bedoeling in ons volgende huis, dat daar vloerverwarming in komt. Maar het kind heeft eigenlijk nooit koude handen, koude voeten, koud gezicht of wat dan ook. En dat heeft hij nu wel. Dus ik heb de verwarming aangezet. Het is wel de eerste keer, zeg maar, sinds de zomer dat ik hem aan heb gezet. Ik heb een warme verwarming. En dat is niet erg hoor, maar ja, het kind hoeft gewoon niet koud te hebben. Vind ik oprecht niet. Dus dat. Hij heeft natuurlijk al een shirt met lange mouwen aan en zo. En dan moet ik ook heel eerlijk bij zeggen, dat zie je vaker met kinderen met een beperking. En ik merk het dan bij Jordi vooral. Hij kan zich, als het warm is, kan hij zich heel moeilijk reguleren dat hij koeler wordt, zeg maar. Maar als de overgang van het weer gaat komen, heeft hij ook weer last met zich warm houden. Heeft hij eigenlijk altijd al wel gehad. Maar dit is voor Jordi eigenlijk een algeheel probleem altijd al wel. Verder ben ik eigenlijk, ik wilde de kasten gaan doen, die ga ik dadelijk ook doen hoor. Maar ik ben eigenlijk gewoon de hele ochtend lekker bezig geweest met kroelen met Jordi. Ik heb nu voor hem even worstenbroodje afgebakken. Vindt hij ook lekker. En ook hij mag zulke dingen gewoon lekker eten. Dus die staat nu even af te koelen. En dan ga ik dadelijk die geven aan hem. En dan ga ik daarna met de kast aan de gang. Maar ik merk gewoon bij Jordi dat dat echt een dingetje is. Dus al eigenlijk vanaf zijn geboorte wel een dingetje. Maar op dit moment krijgen we het lekker warm hier door middel van de verwarming. Maar we hebben eigenlijk gewoon de hele ochtend gekroeld, geknuffeld en gedaan. En nee, dat heb ik niet gefilmd. Maar dat komt omdat het kind ook gewoon zo zwaar is. Als ik iets neerzet en ik wil hem knuffelen en ik moet letten op die camera, is het moment voor hem al voorbij. Dat is het eigenlijk voornamelijk. Ik ben bezig geweest met van alles. Ik heb hier van alles in en uitgezocht. Hier hetzelfde verhaal. Je ziet er niks van. Maar hey, ik heb mijn koelkast helemaal schoongemaakt. Dit zit nog in de vaatwasser. Mijn oven helemaal schoongemaakt. De buitenkant van de kastjes. Deze twee heb ik nog niet gedaan. Maar ik heb wel deze gedaan. En ik heb 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 de rest gedaan. Kijk maar zo. Het ziet er weer netjes uit. En hier. Tada! Ook gedaan. Oh, en Jordi heeft al gegeten. Die heb ik poffertjes laten eten. Want risotto vindt hij gewoon niet lekker. Maar ik had heel veel zin in risotto. Dus dat ga ik nou maken.
Ik ben mijn voorbereidingen voor de risotto aan het doen. En normaal zei ik het, maar ik ben kanalen aan het schoonmaken. En ja, dit zijn diepvrieskanalen. Ik heb ze niet vers gehaald of zo. Maar wat ik dus altijd doe, is ik doe die kanalen altijd nog onder de kraan schoonmaken. Want, ik weet niet of je het kan zien, hier zo. Hier zie je het. Zit er ontlastingsgebeuren. In ieder geval, er zit iets vies. Volgens mij is het scheidgebeuren. En hier zit ook iets. En ik ben ooit een keer van kanalen eten heel ziek geworden. En dat moet daaraan hebben gelegen. Dus ik spoel het altijd driedubbel uit. En ik was zeg maar het helemaal schoon en dat soort dingen. Dus als je een gepelde kanaal hebt, dan snij je hem hierin. Dan kom je dat gedeelte tegen. Dan kun je hem nog een beetje verder insnijden. En dan kun je het er zo uit wippen. En dan spoel je het rondje af, zeg maar. Ja, ik weet niet precies hoe ik het hier moet uitleggen. Je hebt in ieder geval een mesje nodig die er zo uitziet. Maar dan is het nu weer schoon. Schoon nu. Nog niet helemaal. Ik ben echt een zuipert hierin nog. Zo. En dan maak ik die ook altijd schoon. En dat is een kwestie van een sneetje maken. En dan kun je hem zo eruit scheppen. En dan kun je hier aan je mesje zitten. Dan spoel je de snijgedeeltes spoel je af. En dan kun je de kanaal wegleggen. En je ziet hem ook zitten hoor. Want als je hem tegen het licht inhoudt. Ja, ik kan hem niet zo laten zien. Omdat ik met mijn handen bezig ben. Maar ik vind dat dus gewoon. Ja, ik heb natuurlijk koksopleiding gehad. Maar dat ik ziek ben geworden daarvan. Praat ik echt over jaren geleden. Sindsdien doe ik dat ook altijd. Ik eet ook niet zomaar ergens kanalen. Tenzij ik weet dat ze heel goed schoongemaakt zijn. Want ja, ik wil gewoon niet ziek worden. Hier zie je het heel goed. Dat zwarte gedeelte, dat is een reet. Dat is een kontje. En dat zit hier. Dat zit daar. Ja, ik kan het niet zo goed laten zien meer. Ja. Nou, dat is dus goed. Dat is dus de poep van de garnaal. Nou, dat moet er dus uit. Ja, en volgens mij is dit gewoon het darmkanaal. De anatomie van een garnaal weet ik niet, maar als het goed is, is dat het. En ja, ik spoel het ook gewoon extra af met water, et cetera. Want ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat dat schoon is. En natuurlijk is elke kanaal weer anders. Dus je moet gewoon echt even. Ik kan niet zeggen vanaf de derde cirkel daar. Dat kan ik allemaal niet zeggen. Maar je kan daar dus echt wel ziek van worden. Jordi die zit ook lekker in zijn eigen wereldje even. Ik heb straks nog even met een gekoel gedaan. Niels is met de tuin bezig. Hij is bijna klaar. Het speelgoed al ergens anders liggen. Dus dat is mooi. En dit zijn dus diepvrieskanalen. En hoe je nou diepvrieskanalen heel goed kan ontdooien, dat is niet in de magnetron. Maar dat is gewoon een glazen bak. Ik zal het even laten zien. Een glazen bak. En daar gewoon rustig je water in laten lopen. Dat is ook wat je moet horen. Daarom, deze kanalen zijn in een kwartier tijd, zijn ze zoals ze zijn, zeg maar. Dus gewoon lekker flexibel. Dus dan kun je daar gewoon alles mee. Maar als je dat gewoon met koud water doet, dan heb je niet het probleem dat ze gaan garen of wat dan ook. En dan, hou je ze gewoon schoon. Ik ben mijn risotto aan het maken en hij ruikt me toch lekker. Dit recept heb ik van de site Eve Kookt Zo. Ik ga hem proberen hier te linken. Maar als je de risotto met
ertjes en garnalen opzoekt, dan krijg je hem echt wel daar te vinden. Eefkooktzo.nl. Super, hele goede site. Ik heb er wel ooit eens wat vaker wat dingetjes vandaan gehaald. Maar dit is de tweede keer dat ik dit risotto recept maak. En ja, je gaat hem uiteindelijk wel natuurlijk fine-tunen naar wat jij lekker vindt. Maar dat is ook koken natuurlijk. Maar het is wel echt een aanrader om dat recept een keer te proberen. Dus ja, dat is wat ik wou zeggen. Ik heb nu bijvoorbeeld, er staat kippenbouillon bij, maar ik heb gewoon groentebouillon gepakt. En dat is niet dat ik vegetarisch wil koken of zo, maar ik vind groentebouillon net iets... Ja, daar zit net een iets smaak aan, ik weet het niet. Ik vind het gewoon iets lekkerder. En ik heb iets meer garnalen gepakt. Maar ja, dat is gewoon iets omdat wij vinden dat gewoon lekker. Gewoon iets meer garnalen. Hoef ook geen ruzie te maken om de garnalen natuurlijk. En als je dan klaar bent met koken, dan ziet het er zo uit. Njam, 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 njam. De boel is weer netjes en schoon. En nou gaan we lekker naar bed. Morgen gaan we naar de winkel. Niels nog de laatste dingetjes in de tuin. Een hele goede morgen. Ja, ik heb nog mijn slaaphoofd. Dit gaat hem zo niet worden. Kijk zo dan. Ja, dat is beter. Ik ben broodjes aan het maken. We doen het vandaag niet zo moeilijk, want Jordi houdt het wel moeilijk. Nee, dus dat is voor mij dan weer een voordeel. Ik ben eerst voor Jordi even broodjes aan het maken. We eten vandaag ook niet aan tafel, want Jordi houdt niet van moeilijk. En we gaan het ook gewoon niet moeilijker maken. En dan heb ik een soort van vrij af vanochtend om flink ontbijt te maken op zondag. We hebben eitjes gekookt. Jordi krijgt ook gewoon een broodje met ei. En ja, die ga ik nou voor hem maken. Soms heb je het gewoon. Soms voel je je op dagen gewoon helemaal groen. Gewoon lekker groen. Groen. Is het groen? Ja, het is groen. Groen dekbed. Oh, ik heb zo'n lol op mezelf. Groen hemdje. Groen hemdje. Groen shirtje. Groene broek. Zwart sokken. Dat dan weer wel. Want ja, mijn ziel is ergens toch nog een beetje zwart, hè? Maar goed. Ik heb gewoon lol op mezelf. Laat me lekker. Wij gaan zo naar de winkel. Maar ik had gewoon zin in vandaag een beetje heel erg groen te zijn. Gewoon lekker even groen. Ja, moet ook gebeuren. Oh, en als Inge dit ziet, wordt ze verliefd op me. Want die is van het groen. Wij hebben boodschappen gedaan. Achter in de auto staat heel veel. Weer alles een beetje aangevuld. En nu zijn Jordi en ik aan het wachten op papa. Hè? Want Jordi had wat dingetjes gesloopt van zijn rolstoel. En ja, dat kan niet wachten. Dus Niels is eventjes wat dingetjes halen voor de rolstoel te repareren. Hè? Hij had wat dingetjes losgedraaid. En dan ben je nog wel eens wat dingetjes kwijt. Hé, hey, daar zijn je schoenen. Maar goed, daar zijn we dus op aan het wachten. Op papa. Lekker stukje. Hallo. Lala. Ik ga het proberen te filmen hoor. Maar ik ben al de hele tijd Jordi aan het etteren. En Jordi is mij aan het etteren. Nou, mijn fruitschaal is weer gevuld. Ik heb alles weer in zoverre klaar. Mijn koelkast is weer lekker helemaal vol. Dus we kunnen weer gewoon vooruit. Ik heb nog een aantal dingetjes die ik in de kast moet zetten. Koffie, dat soort dingen allemaal. Ik heb eigenlijk voor heel de week bekant eten. Misschien nog een paar verse dingetjes moeten halen. Zoals ik heb brood of... iets van groente of zo. Die potjes groente die ik heb, dat is altijd gewoon backup. En mijn backup was compleet verdwenen. Dus ik had die ook helemaal niet meer gehaald. Dus ja, dat is
weer een beetje aangevuld. De kinderen liggen in bed. En we zijn ook weer thuis, et cetera. Ik heb alweer een hele hoop opgeruimd. Nu ga ik even speelgoed opruimen die ze mee hebben gehad. De tas met speelgoed. Weet je wat? Ik zet hem gewoon hier neer. En die gaan ze morgen maar lekker zelf uitruimen. Want morgen zijn ze toch de hele dag thuis. Dan heb ik hier ook nog spulletjes meegekregen. Hebben jullie dat ook? Dat als je bij je ouders bent, dat je dan altijd wel iets meekrijgt. Nou, dat werkt zo bij mijn ouders. Mijn moeder weet dat wij graag eieren eten. Mijn moeder weet dat we altijd heel graag eieren eten. En zij gaat altijd naar een boer toe, want we wonen in een dorp. En daar had ze altijd eieren. Dus het zijn verse eieren van de boer. Is toch altijd anders als dat je het uit de winkel koopt. Dus ik noem mij maar gek, maar dat is gewoon zo. De smaak is echt anders. Die zetten we even daarop. Ik had mijn moeder deze meegegeven omdat Lian poffertjes at daar. En voor één keer poffertjes eten vind ik het zonde als je een nieuwe flesje schenkstroop haalt. Mijn opa had ook weer eten op. En dan krijg ik de bakjes altijd terug. En ik geef altijd genoeg doekjes mee, zodat de billen gepoetst kunnen worden. Ik had voor mijn ouders vinden het bijvoorbeeld heel erg lekker om, oh god, hoe heet dat nou toch? Ja, we noemen ze ook wel eens lijkenpikkers, maar dat is niet de duidelijke uitleg. Wacht, ik ga het even pakken. Paling. Deze hebben ze bij de Netorama regelmatig. En mijn ouders vinden die hartstikke lekker. Of in ieder geval paling vinden ze hartstikke lekker. En daar hadden ze die weer. Dus ik heb voor zowel mijn opa als mijn moeder heb ik paling meegenomen. Maar mijn vader natuurlijk ook. Want wij hebben natuurlijk spullen bij mijn opa neergezet. Alle zwembadspullen staan nou daar. Zodat wij hier iets meer ruimte hebben om bepaalde dingen op te ruimen, et cetera. Zodat dat niet allemaal in de schuur staat of op zolder of waar dan ook. Dat hebben we daarin gebracht. En als bedankje heb ik dat gegeven. En ja, als ik met iets heel groots kom aanzetten bij mijn ouders of bij mijn opa en oma, krijg ik op een donder. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ja, ik ben heel even alle tassen aan het uitruimen. En aan het zorgen dat. Ik heb bijvoorbeeld ook aan mijn moeder Ranja meegegeven. Zodat de kinderen Ranja hebben en dat mijn moeder het niet zelf hoeft te halen. Want ik vind dat gewoon zonde. Je haalt nooit, je krijgt nooit een hele fles op, zeg maar. En dat is gewoon zonde. En dan zit mijn moeder weer te kijken met die Ranja. Dus het is gewoon een afspraak tussen mijn ouders en mij. Verder, zoals je ziet, mijn keuken is nog één grote pestbende. Die ga ik ook even opruimen. Ik heb me vandaag namelijk meer geconcentreerd op zorgen dat ik mijn boodschappen in huis had. En zorgen dat de spullen naar mijn opa kwamen. En dat voor de kinderen eigenlijk alles geregeld was. Dan dat ik mij heb geconcentreerd op mijn keuken. Maar die ga ik nu even opruimen. En de vaatwasser uit en inruimen. En als je me al langer volgt, dan weet je hoeveel hekel ik heb aan die scheidvaatwasser. Maar we gaan het wel even doen.
Zo, die is weer even netjes. En ja, ik heb hier nog troep liggen. Maar bijvoorbeeld die pan, die moet in deze kast komen. Maar die moet ik nog even uitzoeken. Maar dat komt allemaal goed. Ik heb de broodtrommels klaar. En fruit. Jordi heeft mango, kiwi en aardbei. Drie bruine boterhammen met boterhammenworst. En als reserve de krentenbol die hij altijd heeft. Voor Niels heb ik vier boterhammen. Niels hoeft maar de ochtend alleen te werken. En fruit. En dan komt hier nog iets lekkers in. Ik weet nog niet wat, maar dat komt goed. Niels is even Jordi's rolstoel aan het repareren. Omdat meneer van alles eraf heeft zitten draaien en te doen. Dus ja, dat. En verder ga ik daar nog kleren pakken en op de bank zitten. Dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.